Santosh Singh, die al een maand de schepter zwaait bij de Stichting Surinaams Museum als inhoudelijke directeur, wil van het museum een Sranang Osso maken. Dit laat hij weten in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij vindt dat het museum een centrum moet worden waar elke Surinamer zich thuis voelt. Van oké, dit is van mij, dit is van ons. En niet dat er een beeld gecreëerd wordt of geschapen wordt van ons, het is van Nederlanders, oh, het is van Hindustanen, oh, het is van Kriolen. Nee, het is van de Surinamer. En we willen dan heel veel activiteiten ontplooien, vooral culturele activiteiten, mooie expos neerzetten, maar ook educatieve, moet ik zeggen, evenementen opzetten, zodat mensen kunnen komen en leren over hun verleden. Want ik heb gemerkt dat vanwege de economische situatie iedereen eigenlijk gericht is op het maken van geld, waardoor je eigenlijk geen tijd hebt om boeken te lezen en al die soort dingen. Singh zegt ook dat hij vooral jongeren wil stimuleren om meer te weten over de Surinaamse geschiedenis en cultuur. De geschiedenis is namelijk heel belangrijk en een deel van elk individu. Ik kijk naar religie, de Bijbel, de Koran, alles is geschiedenis. Als je gaat om te verzekeren, vragen ze naar je medische geschiedenis, et cetera, et cetera. Dus geschiedenis is een heel belangrijk aspect van jezelf en is je identiteit. Dus als jij je identiteit als persoon niet, als je niet weet wie je bent, dan kan je nooit volledig ontplooien in de maatschappij. En daarom is het museum een heel belangrijk aspect, een belangrijke ladder in de Surinaamse maatschappij, zodat je dan leert wie je bent, wat je identiteit is. Singh heeft grote plannen om de samenleving meer te betrekken bij het museum. Het volledige interview met Santosh Singh is woensdagavond te zien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 9 uur in de avond.